een zomernacht voorschrijven. Zo een waarin de oehoe roept, wijndronken stemmen klinken, het fluisteren van binnenhoofd. Als het kan, met weerlichten aan de oren. Laat zij iemand op de telefoon. Ik kan me niet voorstellen dat iemand iets niet begrijpt. Verder met de afwijzing. Aan het eind moet blijken of het boek van de schrijver gelooft. Wat zegt Warman in de afwijzing? Ik doe het ook een blad. Marcus doet dat heel goed uit zijn hoofd, maar... Ga ik het met u hebben over de poëzie van Frans van Dixhoorn. Maar ik wil daarbij niet zozeer een inleiding tot zijn werk geven. Dat doet zijn poëzie zelf het beste. En ook niet zo heel essayistisch te werk gaan. Dat doet een andere misschien weer beter. Maar me beperken tot het uit de weg ruimen van een tweetal misverstanden van zijn werk. Mogelijk wordt het daardoor dan toch wat inleidend essayistisch, maar dan heeft het ook een praktisch nut. Misschien zijn het trouwens niet zozeer misverstanden als wel vooroordelen. Of door vooroordelen gevoede misverstanden. En daardoor des te hardnekkiger. Het ene betreft het idee dat van Dixhoorns poëzie ontoegankelijk is. Of wat men hermetisch noemt. Een werkelijkheid die achter ondoorzichtbare nummeringen schuil gaat. Om de lezer bewust op afstand te houden. Het andere is de nogal Hollandse opvatting dat je voor van Dixhoorns poëzie... maar weinig waar voor je geld krijgt. Iemand is zo goed geweest om het aantal woorden te tellen van zijn laatste bundel Dan op de Zeevaartschool. Die blijken er 501 te zijn, inclusief die nummers. En dat dan voor €16,50. Op één pagina van die bundel staan alleen de inmiddels beroemde woorden een boot. En die kosten dan omgerekend €48. Dick zal er wel een jacht van gekocht hebben. Feit is wel dat een dichter als bijvoorbeeld Lucas Huske inderdaad een stuk goedkoper is. Enfin. Nou, ik heb een boekje meegenomen. Dat zal ik u even laten zien. Nou, een heel dun boekje. Er staat werking van Dix. Maar er staat ook werking van Arjen Duinker. En het zijn twee dichters in één bundel. Nou, als je dan het werk van Arjen Duinker bekijkt, dat ziet er dus vrij traditioneel uit. Hè, een strofe. En een gedicht verdeeld over een aantal strofen, zoals dat een beetje gaat. Kijk je naar het werk van Dix, de bijdrage van Dix, maar ben je het goed kunt zien. Dat zijn de zijpagina's. Dus hij heeft zich er weer mooi van afgemaakt. Maar goed, dan ga je dus lezen wat daar staat op die twee pagina's. En dan staat er, het is verdeeld over vier regels. En dan staat hier, om de ene na de andere om. Draai de pagina om. U raadt het al. Om de ene na de andere om. Plotseling lijkt dat zo'n boekje niet zo dun meer. Niet alleen omdat er principieel geen einde komt aan het lezen ervan. Dus blijft natuurlijk heen en weer gaan. Een praktisch einde wel, helaas. Maar omdat van Dixhoorns tekst de hem gegeven ruimte overschrijdt. Anders dan de meeste rondelen, en daar hebben deze regels qua vorm wel erg veel van weg, is het geen tekst die naar zichzelf verwijst, die aan zichzelf genoeg heeft, die in zichzelf gekeerd is. De tekst verwijst naar een andere tekst, die op een andere pagina staat. Dat zou je postmodern kunnen noemen, en dat is het natuurlijk ook, want postmoderne teksten zijn zich altijd uitermate bewust van de hen omringende teksten. Maar wat nou zo kenmerkend voor Dixon poëzie is, is dat zijn gedicht twee bladzijden nodig heeft. Het zou niet op één bladzijde passen. We moeten van het ene naar het ander en weer terug. Bij het geringe aantal woorden per kilo dat Dix zo vaak wordt aangevreden, geeft dat ook allerminst blijk van bescheidenheid ten aanzien van de hem toegemeten ruimte. Waar alle andere dichters met een enkel gedicht over één bladzijde zouden kunnen volstaan, en daaruit de leeftijd wat meer insturen. Daar treedt Dix met één enkel gedicht meteen buiten zijn oevers. Het is dan ook niet toevallig dat Arjen Duinker, om hem er nog even bij te houden, een bundel publiceerde die hij losse gedichten noemde. Geen kwaad woord over Duinker, is een van mijn allergrootste favorieten. Maar zo'n titel is bij van Dixhoorn niet denkbaar. Bij Dix staat alles in verband met alles. Daarom is wat hij schrijft nooit afgerond.
nooit compleet. Het leven gaat immers ook door. Het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen wat Van Dixhorn nu eigenlijk schrijft. Het is poëzie, maar zijn het gedichten? Op het omslag van zijn laatste bundel, Dan op de Zeepaardschool, staat gedicht. Op hun beurt zijn de teksten op de opeenvolgende pagina's geen gedichten, maar strofen. Alles schuift bij hem een niveau naar beneden, op zoek misschien naar de kleinste eenheid. Met het gevolg dat de inhoud van zijn bundels niet onder een enkele noemer te vangen valt. Zijn derde bundel heet voluit Takken Molenwater, Kastanje Jo, Hakketonen, Uiterton, Molen in de Zon. En dat is een titel die op zichzelf ook weer als een enkelvoudig vers zou kunnen lezen, compleet met rijm. Het deel is dus in het geheel, maar het geheel is ook in de delen. Wanneer je iets van Dix leest, al zijn het de woorden een boot, krijg je er meteen het hele oeuvre bij, waardoor al je eerdere investeringen zich telkens opnieuw uitbetalen. Hij mag karig zijn met zijn woorden, maar zijn woorden zelf nemen maximaal bezit van de ruimte. Eén tekst, twee bladzijden, één bundel, een heel oeuvre. Ik had het over dat allerkleinste niveau waar hij op zoek naar zou zijn. De bouwsteen van zijn poëzie misschien. Nou, wat is die nou bij Van Dixhorn? Je zou zeggen de versregel. Maar ook die is hem nog niet klein genoeg. Er is nog een kleiner niveau mogelijk. Namelijk door die versregels te voorzien van een nummer. Die nummers of cijfers doen uitermate vreemd aan. En zoals ik zei, ze stoten lekkers ook af. Omdat die het gevoel krijgen toch niet door te kunnen dringen tot het geheime, wie weet, kabbalistische systeem dat daaraan ten grondslag zal liggen. Nou, ik wil niet uitsluiten dat er een betekenisvol systeem achter zit, maar ook zonder kennis daarvan herken ik de vorm van deze poëzie maar al te goed. Neem bijvoorbeeld de afstandsbediening van uw tv eens in de hand. Zet een toestel aan en hoor een stem. Wat is lekker bij wat? Interessant, maar wat zou erop net één zijn? Schakelen en horen. 1. Lostrekken. Vervorming van minuscule luchtpelletjes. Vooraf een schaar. En op net 2. 2. Je bent er weer, heb ik verheugd gezegd. Net 3. 3. Aan het begin van de grootste pier van de wereld. 4. Dat moet je vragen als je boven bent. Iedereen lachen natuurlijk. U hoort het, dat is een heel vertrouwde ervaring. Daarmee wil ik natuurlijk niet suggereren dat ook Dick zich in de verledenen van Talpa heeft begeven. Alleen maar dat men het niet zo ver van huis hoeft te zoeken. Zodra je de deur open doet, begint het immers al. Gespreksflarden, reclamekreetjes op wisseltjes, je eigen gedachten. De herinnering aan een gesprek, zij vormen het materiaal van Van Dixhorns poëzie. En aan zijn taalgebruik te horen, heeft hij het ook niet ver van huis gezocht. Maar de vraag is, hoe krijg je nou vat op dat taalmateriaal? Hoe kun je die taalmaterie zodanig ordenen dat er een betekenisvol verband ontstaat? Dat is geen filosofische vraag, maar een artistieke. Althans, een die appelleert aan creatieve impulsen. Filosofen gaan ervan uit dat de werkelijkheid beantwoordt aan een voorafgegeven logica. Attentie, dames en heren. Sorry. Een aantal onderzoeken uit het magazijn is in die mogelijk. Dit is niks. Dit is niks, ja. Ja, precies. Ja. Oké. Nou, de vraag was, hoe krijg je vat op dat materiaal? Op die flarden, op die dingen die om je hoofd waaien. Alles waar je voortdurend mee geconfronteerd wordt. Inderdaad, dit soort dingen ook. Hoe kan je dat in een zinvol verband onderbrengen? Dat is geen filosofische vraag, maar een artistieke, eentje die beantwoordt aan, of die appelleert aan creatieve impulsen.
Want filosofen gaan ervan uit dat de werkelijkheid beantwoordt aan een voorafgegeven logica. Niet alle misschien, maar traditioneel. En passen vervolgens hun logica aan die werkelijkheid aan. Maar is die werkelijkheid wel kenbaar? Een toverformule waaraan die werkelijkheid zich zou prijsgeven, is tot heden niet gevonden. Integendeel, de boel is alleen maar ingewikkelder geworden. Bovendien, wat veel belangrijker is, hoe kan je je op die manier meester maken van een wereld? Bij filosofen maakt de wereld zich meester van hen. Niks is daarom anders te werk gegaan. Op de eerste bladzijde van zijn eerste bundel, Jaagpad, schrijft hij: tussen de bomen kom ik tot vier. Dat is een heel simpel uitgangspunt. Stelde de dichter voor op zijn fiets, rijdend over een dijk. Bij elke vierde trap passeert hij een boom. Zo simpel kan een systeem zijn. Opnieuw, ik weet niet of het in de werkelijkheid zo gegaan is, maar het is voorstelbaar. En het kan in elk geval niet worden ontkend dat hiermee een orde aan de werkelijkheid wordt opgelegd, waar Kant niets tegen in te brengen heeft. Tussen de bomen is de werkelijkheid, kom ik tot vier, is mijn systeem. Dix ziet er vanaf om orde aan te brengen in een hem gegeven verhaal, de werkelijkheid. Liever zoekt hij een manier om vanuit die orde die hij aangenomen heeft, een werkelijkheid te ontwerpen. De kenmerken van die werkelijkheid zijn terug te vinden in zijn poëtica. En Dix is een dichter die zich meer dan andere dichters uitspreekt over zijn werkwijze en over de kenmerken van zijn poëzie. Ik geef een paar voorbeelden, her en der geplukt uit de bundels. Allebei komen ze een keer voor. Zeker gebruiken. Een systeem vinden waarachter je verdwijnt. Weet ik wel wat ik doe? Ik begrijp niet waar ze gebleven zijn. Wat is mij ontgaan? Ik begin vrolijk opnieuw. Irritante herhaling. Ik ben afgeleid. Verkapte werkelijkheid van de hak op de tak. Muziek. U hoort het. Hier is een voortdurende worsteling gaande. Dit is geen koude, afstandelijke poëzie, maar tragische poëzie, in de ware klassieke zin van het woord. Hier wordt uit alle macht geprobeerd om te reiken naar iets dat voorgoed buiten bereik ligt. De mens is de eeuwig bedrogene van het universum, zegt Hermans. Maar als men dan de werkelijkheid niet kan kennen, dan kan men allicht proberen er orde in te scheppen, om zo tenminste zichzelf te leren kennen. Daarmee raken we misschien aan de kern van het poëtische, zoals ik het zie. Van Dixhorns wereld is een wereld die apart staat van de werkelijkheid. En in die zin is inderdaad hermetisch. Een wereld waarop de tijd geen vat heeft. Anti-historisch, zou moeten zeggen. Het is een particulier, eigenzinnig model dat Dix heeft ontworpen. Al dan niet rijdend op zijn fiets over de dijk. Maar het is ook overdraagbaar. En bovendien is het zich bewust van zijn eigen beperking. Het gaat niet om een systeem te ontwerpen dat de werkelijkheid adequaat weergeeft. Men moet zich niet door die afhankelijkheidsrelatie in de weg laten zitten. Natuurlijk bestaat het gevaar dat het systeem of het model wat men gevonden heeft, die relatie met de werkelijkheid dusdanig doorsnijdt dat het een eigen leven gaat leiden, waar de dichter zich dan vervolgens weer aan uit zal lenen. En het is waar dat Van Dixhorn in de loop van 10, 12 jaar zijn systeem steeds verder heeft verfijnd. En dat de wereld die hij beschrijft niet inzichtelijker is geworden. Mogelijk zelfs steeds verder uit het zicht verdwijnt. Maar Dix maakt ook geen aanspraak. Zo zegt hij ergens: niet alleen de omgeving verdwijnt, ook het object waarop in eerste instantie de aandacht werd gericht. Maar ook, schrijft hij,
Op de wijze van de natuur daarentegen is de ordening steeds meer gebonden aan de verschijning. En tenslotte, ik ben er zeker van dat het werk beter wordt wanneer ondersteund door bepaalde klanken en stromend ritme. De werkelijkheid kan zich niet anders openbaren dan op deze manier, via haar vormen. Wie de sleutel meent te hebben gevonden, moet een politieke partij oprichten of een religie stichten. Dichters schrijven poëzie en geen wetsteksten die kracht van werkelijkheid voor zich opeisen. Uiteindelijk leidt het systeem met al zijn vormkenmerken tot niets anders dan muziek. Muziek voor vier stemmen. Een blad voor €16,50. Dank u wel.